Goedemorgen jongens. We gaan vandaag iets ontzettend leuks doen. We gaan namelijk stalkend vissen. Ontzettend spannend altijd. Ik doe dit super graag. Vooral 's ochtends voor werktijd of 's avonds na werktijd. Een paar uurtjes is meestal genoeg. Het is eerst zoeken naar de vis. En dan kun je soms heel snel beet krijgen. Dit is ook wat ik vanochtend heb gedaan. Ik was vroeg wakker. Ik heb een tijdje zitten loeren. Alle baaien van het water bekeken. En dit was de plek waar ik al heel snel een paar vissen zag springen. Daarna werd het even rustig, maar nu sprongen er net weer twee. Dus ik denk, pak een paar hengels, een paar steuntjes. En ik ga er heel attractief op vissen, een paar tjotjes erop. En dan hoop ik dat we heel snel beet gaan krijgen. In deze video gaan we jullie uitleggen wat we dan doen, hoe we ze bevissen, hoe we de stek aanpakken. En wederom een paar leuke tips en tricks. Jongens, ik heb de hengels even omgebouwd. Er zit nu een mooi tjotrichtje op. Simpel systeempje, maar werkt feilloos in deze situatie. Er staat toch wel wat bodemwier, dus ja, dan is een tjotricht wel de beste optie. Je kan zo'n stek natuurlijk helemaal uitpeilen, alles gewoon de plekjes gaan zoeken, maar dan verstoor je de vis. Ik weet dat ze er liggen en dat is dus precies wat ik niet wil. En dan is zo'n tjotricht echt perfect, want die kun je ingooien waar je wil. Die tjot met die pop-up zal altijd bovenop dat wier liggen. En dat loodje, ja, dat mag best wel in dat wier vallen, zolang dat richtje met die tjot er maar bovenop staat. Dus wat dat betreft een perfecte richt voor een snelle interventie. Ik zal je even uitleggen hoe ik hem opgebouwd heb. Hier zit een kordaarsysteempje op. Werkt feilloos. Dit is echt een klein connectertje die hem vasthoudt op de bovenkant. Dit is zeg maar de stopper. 100% visveilig. Want bij een lijnbreuk zul je altijd zien dat die kraal eraf gaat. En dat die vis dus ook de hoofdlijn verliest. Houdt hij alleen het richtje over. Dus dat is ook perfect in die vierrijke situaties. Vervolgens een kant-en-klare tjotricht van ESP. Vind ik echt super goed. Zijn heel simpel, degelijk, maar doen precies wat ze moeten doen. Is een haak met een rechte punt, dus prikt ook super snel. Vind ik altijd wel prettig met een tjotrig, want het inhaakmoment is kort. Dus zo'n rechte punt is dan net even wat fijner. Vervolgens een linesaver bead, wederom van Korda. Voordeel daarvan is, je drilt op je hoofdlijn. En dat is natuurlijk altijd wel even spannend met zo'n naked tjotrig. Want zodra je dus een vis haakt, komt er enorm veel druk op die hoofdlijn te staan. En vooral in die vierrijke situaties waarbij je af en toe wel hard moet gaan trekken. Ja, dan is dat toch altijd spannend. Vooral als je wat een dunnere lijn hebt. Dus twee dingen. Die lijnsaver bead van Korda, die zorgt er dus voor dat op het moment dat je een beet krijgt, dat die opschuift naar je lood. En uiteindelijk drill je dus op je lood en op die lijnsaver bead. Dus die lijnsaver bead die beschermt als het ware je hoofdlijn. En dat werkt echt perfect. Daarnaast gewoon heel simpel. Licht loodje. Zit een centimeter of 30, 40 vanaf het tjotrichtje. Staat een beetje bodemwier, dus dat is meer dan voldoende. Licht loodje, 1,5 ounce. Heeft ook wel weer een hele duidelijke reden. We gaan zo meteen die hengels ingooien. En ik weet dat die vis er ligt, maar je wil ze natuurlijk niet verstoren. Die lichte loodjes hebben een kleine plons. Dus die kleine plons die verstoort die vissen nauwelijks. Zou je er een heel zwaar stuk lood aan doen, 4, 5 ounce. Dan is die impact van dat lood ook weer veel groter. En dan zul je weer zien dat die vissen sneller schrikken. Nou ja, goed, dat is natuurlijk niet wat je wil, want ik zit hier echt een paar uurtjes. Ik wil snel vis vangen. Dus het is belangrijk om al dat gevaar en al die herkenbare dingen voor die vis te minimaliseren. Ik zorg dat ik goed vis, maar ik wil er ook voor zorgen dat die vissen niet schrikken. Dus dan is het loodje echt perfect. Nog één dingetje. Ik vis mijn twee rubbertjes waar tussen ik de tjotrig fixeer altijd vrij dicht bij elkaar. Je ziet in heel veel filmpjes en heel veel mensen zie je die beads heel ver uit elkaar vissen, soms wel een meter. Dat is logisch op het moment dat je een hele dikke wiervelder zit te vissen of op bodems die extreem zacht zijn. Dat is hier niet het geval. En daarom hou ik die twee beads lekker dicht bij elkaar. Want wat je dan dus creëert is ook met die tjotrig een hele snelle inhaking. Die vis die heeft eigenlijk maar een paar centimeter speling en dan zal hij zich al prikken. Met tjotrigs is het altijd zo, dat pop-upje dat staat natuurlijk boven de bodem. Die vis die komt van bovenaan zwemmen, die zuigt er direct naar binnen en in zo'n reflex haakt hij zich eigenlijk direct. Omdat je ziet dat het rubbertje die tjotrig fixeert. Dus ook met dit systeem heb je een hele snelle inhaking. En dat is eigenlijk wat ik altijd wil. Dat was even het systeempje, het richtje. Ik ga snel de boel even ingooien. En dan hoop ik dat we zo meteen een vis kunnen laten zien.
Eerste hengeltje ligt erin. Ik ga die lijn extreem goed laten afzinken. Ik wil echt met super slappe lijnen vissen hier. Want we zitten best wel dicht in de kant, een meter of 30. Die vissen cruisen dus voor de kant langs. Dus wat ik doe, ik trek even nog wat extra lijn eraf. Zodat hij aan de voorkant maximaal kan afzinken. Dus dan weet ik 100% zeker dat die fluorocarbonlijn op de bodem ligt. En dat is natuurlijk wat je wil als die vissen zo dicht in de kant scharrelen. Want als je nu een strakke lijn hier neerlegt, ja, dan is die vis sowieso direct weg. Dus met een slappe lijn heb je dat 100% goed ondervangen. Dit is dus echt gekke huis. Ik heb 5 minuten te vissen en je ziet het. Ik ben de vis aan het drillen en die andere hengel loopt ook af. Dus dit is echt extreem, joh. Gaat helemaal nergens over. Maar dit is dus wel wat er kan gebeuren als je op de vis zit. Zo kun je een dag voor niks zitten. Ga je de vis zoeken en vind je ze. Ja, dan kan het super snel gaan. Ik ga deze snel scheppen, want het is een beetje chaos en paniek. En dan ga ik snel die andere vis pakken. Prachtige donkere schub trouwens. Yes! Vis nummer 2 zit volle bak in het wier trouwens. Ik voel hem er helemaal doorheen gaan. Dus ik hoop dat het goed gaat. Kijk, nu is het dus fijn dat je zo'n lijnsaver biedt op die kale hoofdlijn hebt. Er staat best wel druk op. Maar met zo'n lijnsaver biedt kan je niks gebeuren. Het voelt toch wel als een betere vis. Boah. Beesten zijn zo loeisterk. En dat is natuurlijk ook omdat je dicht onder de kanten vist. Die vis die heeft die volle energie. Je hebt omdat er zo weinig lijn uit staat, weinig rek. Dus het is echt een volle bak voor die beestjes. Nou, 2 vissen in 10 minuten vissen, jongens. Absolute chaos. Misschien ook direct wel de belangrijkste tip van de film. Neem altijd 2 schepnetten mee als je gaat struinen. Ik heb er nu 2 prachtige schubs in zitten, maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Ik denk, ach, zo'n vaart zal het niet lopen. Het zal 1 vis zou wel heel mooi zijn. Maar je ziet het, joh. Het is gewoon binnen 10 minuten 2 schitterende schubs. We gaan even snel een fotootje maken. Ik laat ze wel even zien op de film en dan moeten die hengels er zo snel mogelijk weer in. Want ik denk dat er nog veel meer gaat komen. 2 vissen tegelijk, jongens. Echt van die wilde schubs. Dit is de kleinste van het stel. Echt een prachtige donkere vis. Ja, dit is waarvoor je dit doet, hè. Lekker snel beet krijgen, prachtige vissen vangen. Die andere is een stukje groter. Dus ik ga deze snel even terugzetten en dan ga ik hier die andere op de kant even rustig laten zien. Moet even bijkomen. 2e vis. Is een beetje wild geweest, dus we doen het even in het water in plaats van op de kant. Maar ja, super strakke schub. Vis van rond de 15 kilo. Ja, en je ziet het, je hebt er niet per se dagen voor nodig, want soms kan het ook super snel gebeuren. Ik zit bovenop die vis. Ik zag er net alweer 2 springen. Dus ja, we gaan deze snel terugzetten. Dan ga ik jullie even laten zien met welke pop-ups ik vis en hoe ik die bevestig op mijn tjotrig. En dan ga ik snel de hengels weer ingooien. Want ik denk dat er echt nog wel meer vissen bij komen. Eerst 2 vissen binnen. Echt wel redelijk bizar. Dus ik heb snel de hengels weer even beaast. Gaat natuurlijk super simpel, want we gebruiken niet veel. We vissen die tjot gewoon single. Ik gooi ze erop. En ja, je ziet wat het kan doen. Ik krijg in deze tijd van het jaar altijd de vraag van welke kleur gebruik je nu. En dat is een lastig te beantwoorden vraag, want het verschilt een beetje per water. Maar ik heb wel 3 favoriete kleuren. Dat is altijd wel de washed out, die licht oranje. Die doet het super goed. Zowel in het voorjaar, zomer, najaar, maakt eigenlijk niet uit. Het is een kleur die het, ja, die het eigenlijk altijd doet. Hele felle kleuren vind ik in het voorjaar ook altijd wel top. Dus ik gebruik ook wel die B1 pop-upjes. Zijn extreem fel roze. Gaan die vissen ook super goed op. Vooral net als ze net uit de winter komen. Het water het warmt rustig op. Dus ja, werkt gewoon top. En dan natuurlijk onze strawberry special. Licht roze. Is ook een goede kleur. Beetje washed out zelfs weer. Dus ook wel weer geschikt voor de lastige wateren.
had hier zo net een vis op de kril karamel en eentje op de strawberry special. Dus die ga ik ook direct weer beazen. Andere hengeltje ligt er nog, op de steun. Dus daar doen we even zo'n pop-upje op en dan gaan de hengels er direct weer in. Ik heb nog wel een leuke tip voor je trouwens. Veel mensen hebben moeite met het bevestigen van hun pop-up aan die chotrigs. Meestal die kant-en-klare rigs die je koopt, daar zit een ringetje aan, maar voor de rest niet. Er zijn een aantal die hebben een baitscrew, maar heeft hij dat nou niet? Dan gebruik ik zelf altijd van die hele simpele, afneembare baitscrews van Avid. Er zit een klein haakje aan, dat is de enige die dit heeft. Veel mensen kennen het niet, maar ik vond het wel leuk om even in de film te vertellen. Die haak, die clipje aan dit ringetje, is super simpel. En wat je dan vervolgens doet, is die baitscrew, daar draai je die pop-up op en je kan vissen. Dus ja, werkt eigenlijk super makkelijk en is altijd goed voor het snelle werk. Het mooie is van zoiets, die stek heeft nu weer rust. We bevissen die stek vanaf de zijkant. Dus binnen no time vingen we twee vissen en dan verstoor je de boel daar natuurlijk eventjes. Maar het fijne is als je zo'n stek vanaf de zijkant benadert, is dat je die vissen vrij snel van de plek aftrekt. Dus de drill die speelt hier gewoon onder de hengeltop en op linksaf, terwijl die vis een meter of 30 naar rechts ligt. Dat is de veilige zone voor die vissen. En als je zo'n zone vanaf de zijkant bevist, dan kun je dus één voor één die vissen uit die school trekken. Vissen scheren dan meestal wel naar links toe. Hier drill je ze af en daar op die plek heb je direct weer rust. Dus ik vermoed, als alles goed gaat en de theorie klopt, en dat zie je op veel water eigenlijk wel, dus ik verwacht dat het hier ook zo is, dan zul je zien dat die vissen daar nu alweer lekker liggen te relaxen. En ik vis weer die hengel aan de buitenkant, mooi op de rand. Dus dan hoop ik dat we snel weer er eentje af kunnen trekken. Ja, en zo kun je dit trucje best wel lang herhalen, totdat de boel echt helemaal verstoord is en de vis verder zwemt. Deze hengel gaat erin. Ik hoop dat we zo terug zijn met een mooi actieshot. Oké jongens, aanbeet nummer 3. Ik denk een half uurtje na die twee vissen. Dus het duurde nu wel iets langer, maar gaat nog steeds bizar snel natuurlijk. De vis zit alleen muurvast in het wier en dan kun je twee dingen doen. Kun je heel hard gaan trekken. Maar als ze er echt helemaal muurvast in zitten, kun je beter even geduld hebben. Ik geef die vis even wat lijn. En dan meestal gaan ze na een paar minuten wel weer zwemmen. En als je dan weer vol druk zet, dan zwemmen ze zichzelf er wel weer uit. Dus vooral niet heel hard gaan trekken, want dan... kans op lijnbreuk is dan wel groot, of dat je schade toebrengt aan die bekken. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Maar als je gewoon even geduld hebt, wacht een paar minuten. Hou een klein beetje spanning op die lijn, heel lichtjes. En op het moment dat die vis weer gaat zwemmen, dan zet je weer druk. En dan zul je zien dat die vaak ook wel weer zichzelf uit die wiervelden zwemt. Ja, ik voel hem weer zwemmen. Ja. Ja. Ja, zie je? Ik kreeg een paar rukjes. En dat is een teken dat die vis in die wiervelden weer aan het bewegen is. En als je dan weer druk zet, en je ziet het, dan komt er gewoon prachtig uit. Haha, dat is toch gaaf hè? Weet je wat het is? Als je het allemaal weet, is het niet zo moeilijk. Maar goed, daarom maken we ook dit soort filmpjes. Het zijn een paar hele simpele trucjes, maar die maken je visserij wel veel efficiënter. Als je nu keihard was gaan trekken, ja, was de kans heel groot dat die vis was losgeschoten. En dat is natuurlijk zonde, ja. Dus gewoon met beleid vissen. Die wiervisserij is er eentje, ja, daar moet je goed over nadenken. Je moet weten wat je doet. Zo'n drilltechniek, dat is ook even iets wat je onder de knie moet krijgen. Maar een stukje gevoel helpt daarbij altijd wel. Ik zie die vis nu weer heel mooi naar links zwemmen trouwens. Dat is wel prachtig. Ik zei het net al, hè. Die vissen die, zodra ze daar een keer weg zijn, scheren ze naar links. Dus heb je ook weer heel snel rust op je plek. Ik verwacht wel dat de boel verstoord is nu. Maar we gaan deze even rustig afdrillen. En dan hoop ik dat we die zo meteen aan jullie kunnen laten zien. Nou, check. Echt een lompsterke vis. Dat kon je natuurlijk wel zien tijdens de drill. Zat muurvast en kwam uiteindelijk toch wel weer gewoon los uit het wier. Ja, en toen ik hem schepte dacht ik, ja, wel logisch dat hij zo sterk was. Moet je kijken, jongen, wat een unit. Echt een prachtige vis. Ik heb hem niet gewogen, maar hij is zeker wel aan de maat. Dus dit is echt binnen twee uurtjes vissen, drie vissen en... ook alweer een fantastische afsluiter, want je ziet nu toch wel dat de boel verstoord is. Ik heb net nog even staan loeren daar op die stek. Maar vis is ook wel echt weggezwommen nu. Dus we gaan de video afsluiten jongens. Ik hoop, het is een kort videootje, maar dat jullie er toch wel wat tips en tricks uit gehaald hebben. Het zijn kleine dingen, maar die zijn toch wel leerzaam. En je ziet, je hebt echt niet altijd dagen nodig om vis te vangen. Het kan ook binnen een paar uurtjes. Deze gaat weer zwemmen en wij gaan de boel opruimen.